wat de ideale job voor mij moet inhouden. Ik denk dat dat een serieus leerproces zal zijn voor mij, waarin ik zelf zal moeten groeien. Na de vorige sessie had ik opnieuw een paar opdrachten gekregen. Enerzijds om te gaan kijken naar openstaande vacatures en om daar heel breed in te gaan. Dus niet te kijken naar locatie of eigenlijk geen beperkingen, maar echt qua jobinhoud. Van kijk een keer rond wat er allemaal is, wat er u aanspreekt. Bekijk eens die jobomschrijvingen. Gewoon om te zien van wat spreekt er u aan, wat zou je leuk vinden, wat minder leuk. Samen met Evi gaan we kijken naar concrete vacatures om daar vooral uit te leren wat er matcht of overeenkomt met wat Evi wil, wat haar aspiraties zijn. Maar ook vooral te leren uit dingen die niet overeenkomen met haar ideaalbeeld en daar dan ook gevolgen uit te trekken. De ideale job is voor mij iets wat ik met heel veel passie ga doen. Dus iets wat op zich bij mij als persoon heel nauw aansluit. Dus dat moet echt in een sector zijn die mij persoonlijk toch nauw aan het hart ligt. Dus ofwel iets in de sector van voeding, gezondheid, bewegen of iets of een product, maar wel iets wat ik zelf mooi vind of waar ik mezelf helemaal kan achterscharen. Dus ik denk niet zozeer dat ik een 9-to-5 mevrouw ben achter een bureau, maar ik denk dat mijn grootste kracht veel meer in mijn persoonlijkheid zit en in mijn enthousiasme dat ik uitstraal en dat ik ook moet durven te kiezen voor zoiets, iets wat niet per se heel typisch is, denk ik. Een thema dat vaak terugkomt is het al dan niet starten met een zelfstandige zaak, ook in andere loopbaanbegeleidingen. En ook nu bij Evi is dat niet anders. Daarom gaan we samen met haar ook bekijken of dat ideale plaatje best vorm kan krijgen als freelancer, dan wel in dienstverband of eventueel een combinatie van de twee. Anderzijds hadden ze mij ook gevraagd om meer na te denken over de elevator pitch. Dus om echt concreet op te schrijven en te gaan nadenken van wat zijn nu voor mij echt de belangrijkste dingen die ik zoek in een job. Qua inhoud, maar ook qua bedrijf, qua bedrijfscultuur, qua alles eigenlijk in zijn geheel. Het doel van een elevator pitch is om op een duidelijke en krachtige manier weer te geven wie je bent, waar je voor staat, wat je te bieden hebt, met andere woorden welke meerwaarde je kan bieden aan een potentiële werkgever en tenslotte ook wat je zoekt. Ik denk als je zo'n goede elevator pitch hebt, dan heb je gewoon geleerd om heel duidelijk te benoemen wat je wil en wat je belangrijk vindt in een job. En ik denk als je daar zelf van overtuigd bent, dat je dat dan ook op een overtuigende manier kan overbrengen in een gesprek met een mogelijke werkgever. De toekomst is altijd rooskleurig. Ik denk, ik ben iemand die redelijk positief is altijd over de toekomst. En ik ben blij dat ik nu veel meer kan benoemen wat ik wil. Dat is toch heel anders dan aan het begin van de loopbaansessies, denk ik. Dus ik denk dat Jan en Hanne wel een groot deel van mijn onzekerheden eigenlijk weggenomen hebben. Ze geven mij een positieve vibe en ik heb er heel veel zin in om die zoektocht verder te zetten. En ik ben ervan overtuigd dat er zeker iets uit de bus zal vallen.